Er waren heel veel vrienden en vriendinnen die. echt oprecht heel bang waren. En dat vond ik ook echt heel leuk. We kunnen niet aan Pirates of the Caribbean denken. zonder gelijk de klanken van Hans Zimmer te horen. Zelfs de mensen die Super Mario nooit gespeeld hebben. kennen het bekende deuntje. En in de hitserie Stranger Things. zou je de muziek zelfs een van de personages kunnen noemen. Dit is allemaal mediamuziek. Ook in Nederland zijn er mediacomponisten die op hoog niveau muziek maken voor films, series, reclames, games. Van Netflix-serie tot Nederlandse hitfilm. Daarom zetten we hen graag in de spotlight met deze podcast. Zoals componisten Ella van der Wouden en Talisa Jacht. Zij zijn vandaag de gast in deze speciale ADE-editie. Mijn naam is Amber en dit is Buma Music Motion Behind the Track. Welkom Ella en Thelisa. Leuk dat jullie er zijn. Kennen ja. jullie elkaar eigenlijk? Nee. Sinds vanochtend? <laughs> ja. Sinds vanochtend? Een uh, speciaal ADE ontbijtje gehad? Ja, nou van Buma Music in Motion. Ze hadden een uh, Women in Media Music ontbijtje. En uh, ja, hadden we hadden dus gewoon uh, vrouwen in Media Music uh, uitgenodigd. En dan uh, konden we lekker met elkaar kletsen en ontbijten. Ja, we zitten hier, uh, in uh, vrouwen in de mediamuziek, in een zaal vol met mannen die erbij zitten. Jullie mogen vragen stellen tussendoor. Dat uh, is alleen maar leuk. Dat is het mooie van ADE. Uh, Tanja, wat mij betreft, als de mensen nog binnenkomen, laat ze binnen hoor. Het is, uh, ja, dat komt helemaal goed. Hoort een beetje bij een live event. Als, uh, als je jezelf zou uh, moeten uh, voorstellen, Talisa, uh, uh, hoe zou je dat dan doen? Nou, uh, plat gezegd, ik ben componist. Uh, maar daarnaast, uh, ik ben recent afgestudeerd van het Artists Conservatorium in Enschede. Oh, dat doe ik ook even opnieuw. <laughs> uh, vanuit ben ik ook sounddesigner, recording engineer, mixing en mastering engineer, boom operator, uh, postproductie, audio editor. Uh, ik heb ook een podcast. Het is dus, laat ik het gewoon zo zeggen, heel veel dingen in audio, maar voornamelijk muziek. Dat is het leukste. Waar komt die liefde voor deze muziek voor jou vandaan? Uh, Wel, kind of aan al. Ik heb uh, pianoles gehad uh, nou, vanaf leeftijd vijf uh, to, uh, gedaan tot leeftijd 18. En als kind schreef ik al pianostukken. En uh, ik dacht altijd: van ja, ik wil gewoon eigenlijk componist zijn. En ik dacht vroeger: dat doe je op notenpapier. En uh, toen werd ik ouder, uh, even onderzoek gedaan. Oh, er is een studie voor uh, compositie. Oh, je moet het op de computer doen. Oké, okay, nou, zo is dat eigenlijk verder gelopen. Yeah. Dus ja. Uh, Mooi, nog aan de start van een hele grote carrière. Ik hoop het. Ja, <laughs> zou mooi zijn. En waar uh, droomde je ook van toen je jong was? Wat, had je, wat zou je willen worden als je later groot Ja, componist. Uh, mijn droom was om mijn eigen muziek te horen in de bioscoop. Ja. Dus nice. dat je zit en dat andere mensen denken van dit is leuk. En dat jij denkt dit is mijn muziek. Dat uh, was altijd een droom geweest. Ja. Mooi. Hoe is dat voor jou Ella? Als jij jezelf zou moeten voorstellen hier ook aan de mensen in de ruimte. Um, nou, ik ben ook begonnen met piano. Dus uh, klassieke piano, ja, het is een goede basis, volgens mij wel, als je gaat componeren later. Um, ik ben daarna heel lang in de popmuziek uh, geweest, actief geweest. Dus, dus ik heb bands opgezet, in bands gespeeld, heel veel getoerd. Hmm. En op een gegeven moment raakte ik wel een beetje gefrustreerd van de herhaling van een beetje optredens toen, elke keer hetzelfde liedje spelen. En uh, één keer per jaar. Nieuw, een nieuw album schrijven of zoiets. En ik wou eigenlijk meer tempo hebben in, in het creatief of in het maken van dingen. En uh, ben ik uh, een master gaan doen in compositie voor filmmuziek bij het Consortium in Amsterdam. En zo ben ik eigenlijk begonnen met een klein netwerk opbouwen. En het was niet echt een, uh, het was nooit echt het plan of zo om filmcomponist te worden. Um, maar uh, ja, ik zou niet zo goed weten wat ik nu anders zou moeten doen. <laughs> je bent er eigenlijk ingewold. Een beetje wel, ja. Yeah. Als ik heel eerlijk ben, ik had een bachelor in uh, popmuziek. Hmm. En je kan daar niet zo heel veel mee. Maar je kan wel een master doen in compositie <laughs> <maar> van <veel> filmmuziek. <laughs> zo werkt dat. En ja, en eigenlijk uh, ik ontdekte ik eigenlijk een beetje dat, het, dat alles bij, bij elkaar viel omdat ik dan uh, heel veel verschillende interesse heb binnen de muziek. Van klassiek naar... Of ik heb heel veel verschillende genres muziek een beetje aangeraakt. Mm. En ik speel ook veel instrumenten. Ik zing graag. En, maar ik doe niks echt heel goed. En dan is, zeg maar, als je filmcomponist bent, is dat best wel perfect. Omdat je, uh, als je een beetje een, een grof context hebt van veel verschillende dingen hebt... dan uh, ja. Ja, kan, je, kan je dat goed inzetten. Ja, en als je het hebt over filmmuziek, wat maakt het uh, componeren voor film zo, ja, zo bijzonder? Nou ja, volgens jij zegt het ook al. Je hebt eerder uh, autonome muziek dus gedaan. Je zat in een band en dat is echt muzikant zijn. Dat is echt muziek maken voor het publiek. Uh, maar voor een film doe je dat voor beeld. Uh, en je bent ook afhankelijk van het beeld, maar ook van de regisseur of whoever is in charge voor, de, uh, voor het verhaal. En uh, die hebben ook weer een eigen visie. Dus het is. Uh, 100% creativiteit. Maar jouw visie moet je aanpassen tot wat hun willen. Maar dat is dus de uitdaging. Zeg maar, dat maakt het zo ja, leuk en uitdagend. Van, okay, het is aan jou de missie om iets te creëren. wat deze regisseur vet vindt. En ook wat past natuurlijk bij het beeld. Ja. Dus dat is tenminste van, ja, wat ik denk dan. wat de uitdaging is. Ja, ja mooi. En hoe is dat voor jou, Ella? Nou, het is zeker meer een samenwerking. Want je gaat gewoon met een hele crew mensen ga je één verhaal vertellen. Um, ik vond zelf gewoon heel prettig om ook een uh, stapje terug te doen en niet op de voorgrond te hoeven zijn. Ah. Zeg maar. En dat uh, is ook een groot verschil. Is dat je je werkt niet, ja, je hebt niet een directe uh, impact of je, je vertelt het niet direct naar nee. mensen toe, net zoals bij een optreden of zo. Maar mm. um, het heeft een kleine latency. Oops. En uh, ja. Yeah. Dat is ook een verschil. Mm. Heeft het ook te maken dat het werk inderdaad op een gegeven moment af is en het nog heel lang duurt voordat mensen het gaan zien. Mm. En dan ben je weer met een nieuw project bezig. Zeker. Ja, of heb je er nog twee af? Zeg maar. Het kan soms heel lang duren. Nee. Ja. Nog twee? Dat klinkt alsof je productie aan het draaien bent. Nee, niet eens. Maar soms duurt het gewoon ook heel lang voordat een film uitkomt. Ja. 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 Iedereen wil naar kan, maar niet iedereen gaat naar kan. Mm. Dus dan moet je weer de volgende festivalseizoen afwachten. Mm. Of, ja. of een andere plan bedenken. Het is een, um, een, een wereld waarin, uh, dat zien we bij uh, Buma Music and Media Awards, uh, daar zijn we deze podcast voor begonnen. Uh, uh, daar zie je toch veel uh, mannen die uh, in uh, de wereld uh, zijn. Mm -hmm. Hebben jullie uh, vanuit uh, jullie jeugd of toen jullie hierin terechtkwamen of toen je wist ik wil muziek maken voor film, uh, hadden jullie vrouwelijke rolmodellen? Zijn er vrouwelijke componisten? De... Ik had vroeger alleen mannelijke rolmodellen, maar tegenwoordig... Uh... Ja, er is één vrouwelijke componist die vind ik echt geweldig. Dat is Lena Rain van de uh, Game. Uh, Celeste, daar is ze het meest bekend van. Mijn, collega's, mijn mannelijke collega's, als ze zeggen van ik ben filmcomponist, zeg van cool man. <laughs> ja? ja, ja is dus dat ik krijg gewoon vraag van, uh, oké, okay, maar dus schrijf je dan de hele muziek? Of, uh, <laughs> en schrijf je dan ook voor andere instrumenten? Of, of speel je dan, zing je dan het liedje aan het einde? Of nou ja, het wordt steeds minder wel, maar die vragen krijg ik wel heel veel, hmm. ja. Herken je dat? Uh, ja, maar ik herken het een beetje in een ander geval. Ik heb dus uh, een studie gedaan voor compositie voor films en games. En ik was de enige uit. Uh, of, nou ja, ik en een andere meisje waren de enige meiden uit de hele klas. En de klas bestond uit 25 tot 30 mensen in jaar 1. En dat geldt wel elk jaar trouwens. Nu, is het nog, nu heb je natuurlijk nieuwe jaren en er zit ook maar één vrouw of twee dames in of zo. Dus het, het blijft voorkomen. Maar ik moet zeggen, ik was wel verrast eigenlijk. Want daarvoor. Uh, muziek uh, was altijd mijn wereld geweest. En ik dacht: muziek is creatief. Dus er zijn toch gewoon veel dames. En je hebt genoeg dames die artiest zijn en songwriter en wat dan ook. En ik deed de studie en uh, ik schrok. En ik, huh? ik ben de enige uh, samen met een ander meisje. Ik denk, huh? wat is dit? En toen kwam ik erachter dat er dus veel meer mannen zijn in de mediamuziekindustrie dan vrouwen. Dat mij verbaast. Want het is een industrie voor beide genders, net zo. Ja. Dus, yeah. Zeker. En dat is wel ook. Uh, uh, Eigenlijk wel grappig, we zitten hier uh, op uh, ja, eigenlijk de eerste echte dag van ADE. En ik vind het heel tof, want we hebben allemaal uh, mannen zitten. Uh, zijn, mag ik even handen zien van de... Ik check even met het geluid of dit oké okay. is, Chris. Ja, is oké. Okay. Uh, mag ik even handen zien wie van jullie uh, werkt ook uh, in de, in de mediamuziek? Kijk. Hé, hey, kijk. Hallo. Kom lekker zitten. Um, Herkennen jullie dit, mannen, dat, uh, dat de meeste mensen waar jullie mee werken andere mannen zijn? Ja, ja absoluut. Ja. En wat. Uh, of zou je het fijn vinden als er meer mix zou zijn van verschillende genders in jouw werkomgeving? Ik denk in general dat het is een goed is om een mix te hebben. In general een goed ding om een mix te hebben, ja. ja. man-vrouw, van kleur of niet van kleur, in het algemeen iets waar we aan kunnen werken? Ja. Ik herhaal het even, want we hebben geen microfoon voor je. Man, vrouw, kleur, niet van kleur. Het is in general iets waar we aan kunnen werken. Goede diversiteit. Ja, mooi. Ja, ik vind het ook wel tof. Welkom ook de nieuwe mensen die zijn aangeschoven. Hoi. Fijn. <laughs> um. Dus dat is iets uh, waar gewerkt wordt. Dus uh, ik vind het ook heel tof dat ik daarom met uh, twee vrouwen hier mag zitten. die uh, hun sporen verdiend en uh, aan het verdienen zijn in de mediamuziek. Met name de filmmuziek. Uh, laten we vooral ook uh, jullie werk erbij pakken. Wat hebben jullie dan gemaakt? Uh, Therese, ik wil graag met jou beginnen. Ja. Uh, jouw uh, wer uh, artiestennaam, werknaam? Ja, Chachani. Ik, ja. Ja, <laughs> ja, ja, ik noem gewoon Talisa omdat je natuurlijk ja, dat, naast me zit, dat, ja, ja. maar Chachani, wat, uh, waar komt die naam vandaan? Oh, waar komt het vandaan? Uh, het, is een, uh, het is een beetje een ode aan mijn afkomst. Ik ben half Peruaans. Tjajani uh, is een vulkaan in de stad Arequipa, Peru, mm -hmm. waar mijn moeder vandaan komt. En uh, ik wilde heel graag gewoon iets wat me een beetje connecte, maar ik wilde ook heel graag werken met een alias, uh, want... Destijds vond ik dat veiliger. Tegenwoordig maakt dat me eigenlijk niet heel veel meer uit. Dus ik wissel een beetje af. Maar uh, de, het bedrijfsnaam is Tjani. Dat is waar al het werk onder valt. Als ik vacature stuur, staat het op Tjani. Uh, in de toekomst, als ik een eigen mooie fysieke studio heb... dan zal het Tjani Studios heten. Dus het is allemaal onder dat naam. Puur omdat uh, ja, mijn eigen naam is, dat, dat ben ik... En ik dacht, ik wil graag een naam op de brand, zeg maar. En dat ja. is dan, ja, Chachani. En daar doe je je werk mee. Ja, precies. En dan kun je op je eigen naam ook misschien nog andere dingen Precies, doen. ja. De <laughs> ja. diversiteit. Ja. Um, jij hebt een uh, muziek gemaakt voor een film. Uh, kun je vertellen hoe die heet? Want ik heb het geprobeerd, maar mijn uitspraak is verschrikkelijk. Frozen Vegurt. Nou, spreek ik het ook niet perfect uit, want ik ben niet IJslands. Maar het is een IJslandse titel. Ja, ja. Uh, het nummer was gemaakt uh, tijdens mijn stage in IJsland. Ik heb een stage gelopen bij de Greenhouse Studio... bij uh, Valger Sigurdsson, voor de mensen die hem kennen. Uh, hij, of niet kennen bedoel ik. Hij is uh, ook filmcomponist, maar ook eigen artiest. Hij heeft ook een label en dus die studio. Um, en daar begon de inspiratie. Uh, belde, ik had de ruimte om op een vleugelpiano te spelen voor wekenlang. Ik mocht lekker inspireren en ook werken en daar begon het... En, nou, ik wilde een stuk maken wat ik ook kon gebruiken voor mijn artiestenprofiel. Van, nou, dit is wie ik ben. Uh, dat ik het kan gooien op mijn social media. Uh, maar ook gewoon omdat het erg leuk is om muziek te maken, natuurlijk. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de origin van dat stuk. En uh, het is ook gemaakt een beetje uit uh, wat ik heel erg leuk vind, is een beetje vluchten in muziek. Dus ik wilde iets creëren waar ik ook in kan dromen. Dat als ik het speel, dat ik gewoon even wegdrijf en dat ik het gewoon kan voelen. En dat klinkt heel uh, zweverig misschien, maar dat is wel gewoon uh, hoe dat bij mij zit als ik piano speel ook. Dus dat is eigenlijk een beetje dat doel geworden van dat stuk. Ja. En wat is, de, wat is de Nederlandse vertaling? Uh, bevroren schoonheid. jij gemaakt? Hè? Ja. Um, waar, waar ben je begonnen in het stuk? Want ik kon een zang, ik kon naar piano. Mm, yeah. Ja, piano ja. Uh, toch wel. Uh, tegenwoordig probeer ik juist wat meer af te wijken van piano, omdat ik, ik ben erin gegroeid, dat is mijn basisinstrument. Maar daardoor ga je vaak ook een beetje vastkomen in een sleur, dat je dezelfde type uh, stukken misschien ook weer maakt. Uh, maar bij deze stuk dacht ik: ik ga weer op piano beginnen. Uh, en het was dus ook gewoon oorspronkelijk een piano-stuk. Uh, ik heb het stuk uiteindelijk een uh, noodpapier uh, overgenomen. Want uh, ik heb een ensemble opgezet in Enschede. Uh, samen met uh, wat collega's van mij ook. Uh, nog steeds bestaand, gelukkig. Uh, en met dat ensemble uh, hadden we dus een bepaalde bezetting. Er waren een paar strijkers. Uh, we hadden accordeon, wat de zangers en een pianist. En uh, nou, ga noem maar op. En uh, met die bezetting ben ik eigenlijk al direct een noodpapier bezig gegaan. Ik heb dat gewoon daarin direct gemaakt. Ik heb heel snel even in mijn daal wel uh, een demo gemaakt. Maar dat wel als, uh, omdat het werd opgenomen, ging ik daar niet uh, verder op in. Uh, tenzij ik dus voor een film of zo zou werken, dan zou ik dat wel doen. Dan gaat het direct in de dal. Uh, maar nee, het is allemaal uh, noodpapier voor de rest. En uh, op die manier ook afgemaakt en opgenomen en uh, gemixt. Klaar. Ja. Ja. En welk gevoel krijg jij erbij als je luistert? Uh, nou, het is inderdaad heel droom. <tosses> het, het neemt je op een fijn. Bij een fijne plek, op een fijne plek of zo. Mooi. Ja, zeker. <laughs> ja. En, maar die ensemble waar je over houdt, ja. is dat iets wat je hebt opgezet? Is dat, hebben jullie samen een soort van... Uh, is dat een vaste ensemble die nu gewoon uh, als ensemble doorgaat... en waar je ja. een soort van samenwerking mee kan... Ja, ja. ja Dat is superleuk. Ja. Dat is echt een goed idee. Ja, ja, ja maar, wel, um, het was allemaal vanuit... Of, nou ja, niet vanuit de studie, maar met de faciliteiten van de studie uh, gedaan. Uh, Artists Consortium Enschede trouwens. Um, en we hadden geen ensemble waar we mee konden samenwerken. En dat vonden we heel erg jammer. En uh, dus deze collega's van mij en ik dachten van... ja, we gaan ook afstuderen. Dus we wilden heel graag iets opzetten... waar wij gebruik van konden maken voor... Uh, speciale opnames en voor het afstuderen. Maar we wilden ook iets opzetten wat gewoon bleef bestaan. Het is jammer om iets op te zetten en dat het dan weer uit elkaar valt. Mm -hmm. Dus uh, we, hebben heel, uh, ja, we zijn echt een jaar bezig geweest. Uh, we hebben het uiteindelijk kunnen opzetten. En het is nu een soort roelerende ensemble. Er zijn een paar vaste leden en mensen kunnen zich gewoon toevoegen. Het bestaat uh, in de school, maar mensen van buitenaf kunnen er gewoon gebruik van maken. Dus, maar het is groeiende. Dus uh, ze hebben nog geen uh, social media of iets. Maar, uh... Het zijn nog studenten. Ja, het zijn nog studenten. Ja. Dus, uh... Wat, wat, uh, wat leer je om in zo'n, als je met zo'n ensemble. Samen dingen gaat creëren. Wat, hoe helpt dat jou in uh, uh, jouw carrière als componist? Uh, ja, het, het voegt heel veel uh, skills toe, laat ik het zo zeggen. Ja, het was voor mij niet heel onbekend om met ensembles te werken. Dat heb ik wel eens uh, eerder gedaan. Maar in dit geval, wat, het uitdagende, uh, wat de uitdaging was, is dat ik zelf moest dirigeren. Ik moest, uh, wij moesten ook zelf de organisatie doen, natuurlijk. En de administratie van uh, wie komen er binnen en zo. Uh, dus in die zin heb ik daar ook gewoon heel veel van geleerd. Dat is ook belangrijk voor. Als je eigen ondernemerschap hebt, moet je natuurlijk leren je facturen en zo te doen. Dus het helpt gewoon daarbij. Uh, maar ook het dirigeren. Uh als je, daar ik nog, heb ik nog niet mee te maken, maar als je eenmaal een grote budget film mag doen, heb je vaak ook wel het budget om een orkest op te nemen. Mm. En dan heb je de mogelijkheid om gewoon die uh, mensen in te huren die uh, voor jou het arrangement maken en uh, dirigeren of iets dergelijks. Maar stel dat wil je niet, of op budget is misschien weer net te laag daarvoor, moet je het zelf doen. En in dat geval heb ik daaraan dus veel geleerd dat ik dat dus nu al kan. Dat ik gewoon zelf uh, kan dirigeren en arrangeren en dergelijke. Ja. Heel nice. Ja, dat zijn echt mooie skills. Ja, zeker. Ja. Ja. En nog heel even toch ook terug naar IJsland, want ik ben <laughs> nog steeds onder de indruk uh, uh, dat je ervoor kiest om daar een stage te lopen. Ja. Uh, wat heeft dat land jou gebracht? Oh, uh, laat ik het zo zeggen: ik heb nu eigenlijk heel vaak een beetje heimwee naar het land en dat klinkt heel raar, want de, Nederland is mijn thuis. Ik ben hier opgegroeid, uh, wel uh, half Peruwaans, dus dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar, uh, IJsland, uh, het is een hele andere cultuur. En ik dacht dat het heel dichtbij zou liggen bij de Nederlandse cultuur. Het is echt, uh, je gaat daarheen en het is nog kouder qua houding ook. Uh, maar niet op een negatieve manier. De mensen die spreken je gewoon niet aan als je je niet kennen. En als ze je wel kennen, dan spreken ze je graag aan. In Nederland zeggen mensen nog hooi, of de straat, daar niet en dat doen ze ook niet graag. Um, en de stage zelf. Uh, ja, de studie, studio is echt geweldig. Als je een beetje in de amiens uh, compositiewereld zit, dan kom je vooral een keer cirkut zijn naam kom je ook wel weer tegen. Of vooral in Scandinavische werken natuurlijk. Um, oftewel, het is gewoon eigenlijk een hele grote en goede man. Uh, dus het was ook eigenlijk gewoon een beetje een droom bij hem te werken. Van wauw, wat, wat gaat er in zijn uh, brein om? Uh, wat voor omgeving heeft hij gecreëerd? En welke mensen komen langs? En nou, in de tijd dat ik er was, kwamen er nog niet per se grote namen. Maar in het verleden, ja, de, men, de mensen van de Goerrelatie zijn daar geweest. Coldplay is daar geweest. dat soort namen kan je best volgens mij ook. Dus uh, om al in ruimtes ruimte te zitten... waar dat soort ja, breinen hebben gezeten... om te kijken wat voor apparatuur er is gebruikt. Ook een beetje nerdstacky zijn natuurlijk. Van wauw, wat voor uh, gave instrumenten en in apparatuur. Um, en daarnaast <laughs> is het ook dat het mijn eerste reis wel eens alleen... Uh, ik ben heel erg opgegroeid met het idee dat ik gewoon niet ergens alleen moet heen gaan. Mijn moeder was altijd best voorzichtig met mij. Van hé, hey, je bent een meisje, je kan niet uh, laat in de avond op straat gaan lopen en zo. En dit was echt een beetje een soort. Dat voelde rebels, maar ook gewoon goed, want het mag. Uh, van, oh, ik ga even lekker alleen op reis. En uh, ik zie wel wat er gebeurt. En het voelde gewoon heel fijn. Het was ook een veilige omgeving. IJsland is volgens mij ook het veiligste land ter wereld. Dus uh, in die zin voelde ik me niet bedreigd. Uh, en ik kon ook gewoon genieten van de natuur en de taal en de cultuur. Natuurlijk. Dus uh, ja, dat over IJsland. Ja. Wauw, prachtig. Ik kijk heel even om me heen. Is er iemand die een vraag heeft aan Talisa? Ja? Wat is onderdeel van je opleiding bij de arts? Het was onderdeel, ik moet hem even vertalen, want je hebt geen microfoon. Het was onderdeel van je opleiding om stage te lopen ja. uh, daar. Deze stage niet. Ik heb twee stages gedaan. Dus, uh, maar externe stages, um, als het goed is bij de meeste opleidingen, moeten ze je wel de ruimte bieden dat dat kan. Ja. Hoe heb je dat geregeld? Of had de school die connectie? Of heb je dat zelf uh, gemaild? Ja, half-half. Uh, dus uh, ik was al natuurlijk heel erg op zoek naar stages. Uh, ik had eigenlijk dus al een stage gevonden. was stage aan het lopen. Uh, en uh, ik had een mail gestuurd naar een componist van een keer. Uh, die had ook een mail gestuurd naar de school. Want die had al een artes een student een keer als stagiair. Uh, dus zo ben ik zijn naam eigenlijk tegengekomen. Uh, maar ik heb hem dus wel zelf uh, gemaild verder. En uh, nou, uiteindelijk had hij gereageerd. En uh, toen hebben we gewoon... Zitten mede van, nou, hoe gaan we dat dan doen? En ik probeerde zelf nog beurzen te regelen. Nou, lukte niet, want de tijd was te krap. Uh, uiteindelijk hulp gekregen van de eerste stage, financieel. En, uh, en hij heeft uiteindelijk geholpen met reiskosten. Uh, uh, daar uh, vlieg uh, ik het niet. Um, en dan voor de rest is het ja, een plekje zoeken waar ik even kan wonen. En uh, ik heb zelf ook een contract trouwens opgesteld. Want je wilt het natuurlijk wel gewoon zo veilig mogelijk doen. Uh, ik heb zelf uh, de contract Gekopieerd tussen haakjes uh, van uh, het contract wat uh, Artis uh, aan, aan, aanbood. Uh, en die heb ik dan gewoon uh, aangepast in... Uh, ja, dat het, ja, dat het niet van Artis is natuurlijk. Dat het gewoon in mijn woorden voor de rest was. Maar wel dat ze dezelfde regelgeving hadden. Zoals dat als het fout gaat... dat je er bijvoorbeeld beschermd bent door de Nederlandse wet en zo. Dat zijn, dat zijn wel dingen die belangrijk zijn. Want ja. uh, wat moet je anders als het fout gaat? Dan zit je vast in een ander land. Dus ja... ja het kan er dan fout gaan? Sorry, ik ben misschien heel oh, naïef. Echt, maar... Ja, ik, ik zou nooit verwachten dat het echt fout kan gaan. Maar stel je hebt dus een ongeluk. Eh, als je geen contract of iets hebt en je werkt bij iemand, dan oh. ben jij gewoon voor jezelf verantwoordelijk. En dan moet jij, dus re moet jij alles regelen in dat land. Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. Ja, okay. Maar bijvoorbeeld in het contract wat ik had gesteld, was hij en de Nederlandse wet verantwoordelijk. En dan konden zij me dus helpen, mocht er dus iets heel ergs gebeuren. Maar. Ja, moeten we moeten er eigenlijk vanuit gaan dat het niet gebeurt. Maar het is wel goed om het even in papier op te zetten. Ja, maar dat is hetzelfde ja. in een goed huwelijk, toch? Dan, uh, als ja. je van tevoren alles hebt geregeld... of als je een manager hebt... En, ja. uh, op het moment dat er ruzie is, dan uh, komen dat altijd problemen. Dat is net van precies. tevoren vast. Ja, ja, het is echt gewoon puur veiligheid. Ja, ja. puur... Uh, ja, nou, Smart. Um, ik ben ook af afgeleid, want we zitten <laughs> natuurlijk op een conferentie. Dus of op een congres af en toe gaat de deur even open. Ja. Uh, en dan loop je ook allemaal, uh, we zitten al in het Groene Paleis uh, tussen Nes en Raukin. Dan lopen ook allemaal hele uh, kleurrijke mensen voorbij. Hier, dat je duidelijk ziet wie naar ADE gaat en wie niet. <laughs> ook gewoon de toeristen in de stad. Dus dat is heel fijn. Um, Ella, ik wil ook heel graag naar jouw werk. Uh, want uh, het, le het leek alsof je niet kon kiezen. Maar het heeft allemaal wat met elkaar te maken. Um, een gouden kalf zelfs. Was dat, uh, dat is voor Moloch? Dat was voor deze film, ja. 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 Uh, als je het dan hebt over, uh, uh, al lang geleden begonnen aan dit project. Uh, uh, wanneer hoe? ben jij gestart? Oh, ik heb geen idee. Uh, even denken. Ik, uh, oeh, dat is echt moeilijk. Want ik, ik, ik woon nu, denk ik, drie jaar in Zwitserland. Ja. Dat heb ik daar ook geschreven. Dus dat was eigenlijk mm. een beetje op het begin dat ik daar zat. En hoe ben je betrokken geraakt bij deze film? Uh, ik, heb, ik heb heel veel met de regisseur Nico van den Brink al samengewerkt. Dus hij, uh, hij zat bij de Filmacademie en uh, vanuit het Consortium van Amsterdam is er een samenwerking met de Filmacademie. Dus dan uh, werk je al op de producties van de, van de studenten. Hmm. Dat is heel leuk. En uh, Nico was uh, al bezig met korte horrorfilms en we hadden elkaar daarin echt gevonden. En, ik ben voor de rest eigenlijk meer met Arthouse dingen bezig. En dat, maar ik heb altijd echt een uh, voorliefde ook voor, uh, voor horror gehad. En we droomden altijd een beetje om onze eerste. Uh, of of een, een speelfilm, een horror-speelfilm samen te maken. Dus ja, eigenlijk waren we al lang uh, aan het dromen dat dit uh, zou gebeuren. Voor iemand die meteen nachtmerries krijgt van horror. <laughs> wat is jouw fascinatie met dat genre? Ja, ik. Ik raak dus helemaal opgewonden van. Of tenminste, ik, 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 ik geniet er heel erg van. Dus um, ik heb ook heel vaak. Ik, ik, ik vind heel veel horrorfilms ook echt heel grappig. Mm. Omdat het, het is ook heel moeilijk om een hele goede horrorfilm te maken. Dus het gaat ook heel vaak mis. En daar geniet ik misschien nog het allermeest van. <lacht> <lacht> en. Um, uh, nee, maar ik vind het gewoon ook een, een hele mooie vertelling. Een mooie manier van, van de donkere. Uh, uh, kanten van de menselijke psyche. Mooi. Vorm te geven. Ja, mooi. Waar gaat uh, Moloch over? Moloch um, is eigenlijk. Dat is een volkhorror, dus Dat is echt in het Nederlandse landschap uh, uh, vastgesteld. En het is een family curse uh, verhaal. Dus een, uh, een familievloek familievloek ja, ja. en uh, we zitten uh, in een moerasachtige uh, omgeving uh, waar uh, kennen jullie de witte wieven de witte wijven ja witte ja, witte, ja ja in het noorden van het land oosten van het land ja en dat is de mistige verschijningen dus zitten eigenlijk vrouwen die dan in de mist zo ja, uh, ja in de dauw in de ochtend ja. dan zie ja. je de witte de witte mist over ja. het land ja de Witte wieven. En dat is een beetje, dus, de, de landschap waarin dat uh, plaatsvindt. En uh, uh, er komen, ja, ik weet niet hoe ik dat, maar in ieder geval, het is gewoon een, een familievloek. Uh, waarin, uh, ik ben echt heel slecht in dit, uh, heel snel vertellen, want het is, het is ook best wel een ingewikkelde scenario waar heel veel dingen samenkomen. Maar goed, er zijn. Uh, Archeologen, is dat een Nederlands woord? Archeologen die uh, op het land bezig zijn uh, met uh, bug bodies uh, Hoe noem je dat in het Nederlands? Um, ja, ik weet wat je. Maar het, ja, het soort van, weet je, als, als je, het is een soort van proces van mummificatie oh. van, van lichamen. Hmm. En ze hebben dat soort lichamen, ja, bodies. So, ik weet niet in yeah. Nederlands vertaling, maar we yeah. weten wat je bedoelt. Ja. Sorry, ik ben, mijn <laughs> moedertaal is Frans voor de Ja, ja. <laughs> dat is wel goed om even erbij te zeggen. Um, en um, ze ontdekken dus die, die lichamen en uh, ze, gaan, ze ontdekken er dus steeds meer. En uh, daaruit uh, uh, lijkt er een soort van link te zijn met uh, mensen die op het landgoed wonen. En... Uh, de hoofdpersonage, dus dat is een vrouw in de 30 die gaat eigenlijk een beetje onderzoeken wat de link is en uh, om, om achter te komen dat, dat het gewoon direct met haar familie te maken heeft, hmm. ja. Ja, Ik is. Weet de niet we... Ja, nee, oké, okay, maar we, we moeten ook gewoon kijken met z'n allen. Ja, maar, het is wel leuk. Ja, maar even om met deze elementen een beetje de verhaallijn. Uh, waar ben jij mee aan de slag gegaan om daar muziek voor te componeren? Um, nou, omdat het Eigenlijk zo'n volkverhaal uh, was. Uh, ik wou eigenlijk. Ik denk dat mijn eerste impuls of mijn eerste intuïtie. als ik met een film in aanraking kom, is een soort van. iets meer om, rondom textuur en gevoel. Yeah. En in dit geval gebeurde van alles in de grond. En in het, het is uit, uit moerasachtige grond. En, uh, en het is ook echt een heel Nederlands verhaal. Ze hebben al. Ze gingen er ook echt voor om dat heel Nederlands uit te laten zien. En om echt een, ja, een Nederlands horrorfilm van te maken. En dus ik dacht eigenlijk aan een harmonium. Uh, mm -hmm. Dus zo'n pomporgel. Uh, ik, omdat het ook een heel gruizige en aardsachtig geluid heeft. En het is ook een instrument wat vroeger iedereen thuis had. Um, dus dat is eigenlijk een beetje de basis geweest voor de hele soundtrack. En Nico die trok eigenlijk meer naar... En toen we eigenlijk begonnen met praten, hij, hij stelde zich echt een soort van Stranger Things-achtig iets voor. En uh, ik begreep de connectie niet met de film. Dus dan, vanuit daar dan komen we allebei met ons uh, idee erover. Ja. En uiteindelijk is het ook een mix gekomen van geprocesste uh, echte instrumenten. En uh, ja, ook dus synths, uh, analoge synths. Ik heb voor deze film samengewerkt met een studio in New York. Mm. Want er was eigenlijk een best wel korte tijd om de soundtrack te maken. Het was meer dan, was meer dan een uur muziek uiteindelijk, dus dat was heel veel. Mm. En um, het was mijn eerste echte horrorfilm. En aangezien er weinig tijd voor was... Hoe had weinig ik... tijd? Hm? Hoe weinig tijd? Uh, ja, twee maanden of zo. Mm. Oh, wow! Ja, zoiets. Dat is echt heel kort. Dat is wel echt weinig tijd. Voor een soundtrack? Ja, wow. ja dus, ik bedoel, het is een langere verhaal om te vertellen hoe we met elkaar gingen werken, want eigenlijk was ik ondertussen, had ik besloten om iets anders te gaan doen met mijn leven, ben ik naar Zwitserland verhuisd, ik dacht van ja, doei, <laughs> <laughs> en um, dus eigenlijk ben, heb ik eerst twee keer de, de film uh, geweigerd. Hmm. Uh, of Nico die vroeg aan mij: van, Wil je de muziek maken? Ze zei ik nee. En daarna hebben ze met iemand gewerkt en die had een burn-out gekregen. Dus vroeg oh. je er nog een keer, zei ik nee. En toen ging je met iemand anders werken en dat ging niet. En toen vroeg hij nog een keer en toen dacht ik: oh, misschien wel? <laughs> <laughs> dus, dus dan hebben ze heel veel tijd verloren ook met de juiste mix. Met de juiste mix. Uh, ja, en, van en dan, uh, muziek. Met, ja, ja. De, de mix stond wel al uh, ingepland. Dus ik had gewoon, uh, ja, uiteindelijk niet zo heel veel tijd om alles bij te zetten en het is ook wel leuk want dan ben je ook wel sneller in uh, keuzes maken ja. en voor nico was dat ook goed want hij kan ook heel goed twijfelen en dan had hij gewoon dat kon gewoon niet echt dat kon niet meer nee. Nee, nou ja, eigenlijk en... wat talisa aan het begin zei was jij heel fijn vindt aan werken dat het eigenlijk een opdracht is dus dat die deadline zo duidelijk is ja. terwijl voor eigen werk kun je de tijd nemen ja. want het hoeft niet per se nu af ja ja ja, ja en is... uiteindelijk hebben we... richting het einde heb ik het wel twee weken kunnen rekken. Want het was echt gewoon... Het te krap. Het ja. was echt te krap. Ja. Als, we, als we het echt gewoon even goed wilden afmaken. En... Ja, het ja. is ook zo'n film. Ik kwam gewoon zo laat bij dat ik... Ik, ik werd dus gevraagd voor de, voor de score. Ja. En op een gegeven moment dan ben je midden in het proces... en dan zegt hij van... Ja, er zit nog die sequentie in het midden van de film... van die schooltheaterstuk... Uh, 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 daar moet, ik, moet ook nog muziek bij. En dat is dan een sequentie van tien, minuut, tien minuten, waar dan een soort van source muziek oh. eigenlijk ook gecomponeerd moet worden. En dat werd ook een hele een soort van orkestraal hmm. stukje. <laughs> ja, dus ja, wel een fantastisch project. Kwam, kwam er kwamen heel veel uh, verrassingen bij. Maar het was, het was echt een, ja, het was dus een flink, uh, flink stuk. Dus heb ik de hulp gevraagd van een studio uit uh, New York die. Best wel gespecialiseerd is in uh, horror maken. Of, dat zijn mm -hmm. mensen die eigenlijk heel vaak soundtracks van me mixen. En ik had ze gevraagd om mij een uh, geluidsbank uh, te maken. Dus voor, echt specifiek voor deze film uh, gemaakt. Van, vanuit bepaalde aanwijzingen. En dat, mm -hmm. deze geluiden heb ik allemaal gebruikt om uh, de scènes te bouwen. Yeah. Ja. We gaan uh, eens even luisteren. Zullen we beginnen met. Uh... De eerste. Ja, yeah, dus dat is uh, geen dat is vanuit de harmonium uh, ontstaan. Ja, <laughs> ja nou, dat, dan... zit, dat zit op de titels en dan heb je echt een he hele grote titel, Moloch, met echt in het rood, met bloed die er van af drijft, dus het moest ook gewoon een beetje. Ja, maar dat, ik wist het al, maar ik had hem in eerste instantie aangezet zonder de film uh, en dan was het meer, is het gewoon eigenlijk een heel stevig, lekkere, um, ik krijg er ook wel energie van... Ik wist dat het horror was, waar, waar oh, ja. ik dus niet per se uh, heel goed van slaap. Maar dat het ook wel een hele krachtige uh, ja, opening is eigenlijk. Is dat... Um, is, want dit is met het harmonium, daar ben je mee begonnen. Ja, ik moet zeggen dat de samenwerking ook met de... Ja, de editor is iemand die heel goed met muziek werkt. Ja. Um, dus hij, hij heeft een heel goed gevoel voor... Uh, uh, ja hoe je dan muziek structureert binnen de film. Dus dat dat, dat voorwerk was al echt wel goed voorgekauwd voor mij. Voorgekauwd. Ja. Afgekauwd voorgekauwd. voorgekauwd. Ja. We kiezen er een. Ja. Troes. Ja. En um, de drama van de familievloek die dan door de film heen gaat. En dat. Dus ik ben eigenlijk van nature wel echt veel meer denk ik getrokken door de drama van van de film. Ja. En uh, ja, dus dat, is, dat was gewoon ook een balans zoeken tussen, tussen entertaining horror met gewoon heel veel effecten en. En het dramatische. En, en, en ik, was dan meer, ik hing meer aan de dramatische lijn. En dan hebben we elkaar ergens in het midden, denk ik, wel uh, ontmoet. Dat, was dus, mooi. Ja. dat is wel echt heel fijn. En ja. een mooie discussie, lijkt me. Want het is ook een mooie Allijd. uitdaging, toch? Ja. Om uh, elkaar nou ja, naar nog een hoger level te krijgen. Ja. Want uiteindelijk gaat het om het eindproduct, de film. Ja. Ja, ik wil, want je hebt, uh, we hebben geen tijd, denk ik, voor alle tracks. Maar zullen we er nog eentje luisteren, die wat verderop in de film? Welke kies je dan, Ella? Uh, nou ja, kijk, de Credits is dan gewoon het einde van de ontwikkeling van deze lijn, denk ik. Er zijn heel veel andere lijnen, maar... Het staat op, uh, op Spotify. In de aftiteling. Zover zijn wij nog niet. Ik kan me voorstellen welk gevoel je dan hebt. Hele, het hele verhaal is geweest. en Je bent een beetje zo van: oh my god, wat is allemaal gebeurd. En je zit zo aan het einde en dan ben je helemaal zo van: wow. En dan heb je zo'n donkere sfeer eronder. Dat vind ik echt heel vet. Dat vind ik vind het heel vet. Ja. ja, het is even: jij hebt uh, de gouden kalf gewonnen voor uh, deze soundtrack, deze score. Uh, hoe was het om de film met jouw muziek voor het eerst op grote groot scherm te zien? Omschrijf even waar je op dat moment was. Ja, dus ik weet niet. Het was voor het eerst dat ik in een bioscoopzaal zat om een film te kijken die gewoon eigenlijk meer uh, entertaining was. Dus dat was eigenlijk heel leuk. En ik was met heel veel, er waren heel veel vrienden en vriendinnen die die echt oprecht heel bang waren en dat vond ik ook echt heel leuk om te zien. Ja, <laughs> ja ik ik kan, ik kan alleen maar lachen omdat ik, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik kan heel moeilijk, echt heel serieus bij een horrorfilm zijn. En al helemaal als ik hem al helemaal plat heb gezien, dan... Uh, ja, Jij is dat met een grote glimlach? Ja, sowieso. <laughs> ja. Ik vond het, maar het was echt dus... Ik vond het heerlijk om met popcorn daar te zitten en naar de film te kijken. Dat is gewoon echt een feestje. Ja. Maar wat was de mooiste reactie die je hebt gekregen uh, op, uh, op de muziek? Om um, te... Nou, ik... Ik weet niet wat de mooiste reactie was, maar uh, nou, sowieso, ik vond het, het was echt fijn om erkenning te krijgen voor het werk. Um, ik, ik kan soms een beetje cynisch zijn over prijsuitreikingen of zo, omdat je, ik het gevoel heb dat het niks te maken heeft met waar, wat ik aan het doen ben of, wat ik, of de realiteit van het werk of zo. Dus ik ging daar een beetje cynisch naartoe. En uiteindelijk, ik, het was echt een, echt een hele leuke avond, omdat je ziet dan eigenlijk, je ziet heel veel mensen die. Heel gepassioneerd over hun werk praten als ze zo'n kalf aannemen. Mm. En dat werkt gewoon heel aanstekelijk. En dan denk je van: oh, we hebben echt wel een heel leuk vak en iedereen vindt het heel leuk. En het is ook, het is ook zwaar als in het is: iedereen heeft, moet echt veel concessies doen om dit werk te kunnen doen, dan zullen jullie allemaal wel weten. Um, en dat is dus een moment dat je neemt om uh, daarbij stil te staan en erkenning te geven aan alle concessies die gedaan zijn gemaakt om, om daadwerkelijk te maken ja. uh, dus dat vond ik echt een heel mooi moment en um, ja ook over zeg maar waar ik iets waar, waar ik ook op terug wil komen ook in jouw verhaal van mm. je leert alles zelf doen mm. en dat is iets wat in Nederland denk ik ook wel heel erg veel verwacht wordt op het moment dat je aangenomen wordt uh, als filmcomponist en dat is voor het eerst eigenlijk dat ik zoveel mogelijk hulp bij heb gevraagd. En dan zie je ook echt wel van oké, okay, maar dan kan je het ook echt wel naar een andere level tillen of zo. En uh, nou er ja, is onlangs ook een rapport geweest van de Filmfonds over Nederlandse films. Uh, over het feit dat er heel veel films worden gemaakt met een redelijk klein budget. Waardoor eigenlijk uh, de Nederlandse cinema het heel slecht doet uh, uh, op internationaal niveau. En, uh, maar ja, je ziet het wel echt. Uh, ja, het is gewoon heel concreet. Als je heel veel geld hebt om een grote productie te maken, ja, dan kan je echt wel lol hebben. Ja. Dan kan je gewoon met muzikanten gaan werken zonder te denken van ja, shit, ja, ik wil heel graag met die persoon werken, maar ja, dan hoe ga ik dan, uh, dan zorgen dat ik aan het einde nog iets voor mezelf overhoud? Ja. Of, maar uiteindelijk het is ook altijd, je hebt één budget waar je gewoon alles zelf van moet maken, en dan. Dus je gaat altijd kijken van ja, als ik iets goed wil maken, ja, dan, dan maar nog een, nog een stukje. <laughs> of zo. Ja. En echt alles zelf doen. Ja, ja en ja. dat is dus in deze ja. film heb ik dus echt uh, hulp gekregen om zo'n geleidsbank te maken. Ja, dat hoor je eigenlijk in de soundtrack niet terug, want dat was vooral in de hoorbits. Ja. Uh, maar ook um, ze hebben ook alles gemixt en alle, alle deliveries gedaan. Ja. En ja, dat, dat scheelt gewoon enorm dus ja. dat ga ik wel proberen ja. ook gewoon uh, ik ga ook stage lopen bij ze ja stages snuffelstage. Stage. nee ik ga gewoon ja. een beetje rondhangen ik neem oh, een paar okay. projecten mee om daar te mixen En dan ga ik ook gewoon bij zijn ja, en vet en ja. daar ja ik kijk er wel echt naar uit want het is echt uh, mm. ik naar merk New York, wel, York ga je dan ja nice maar ik merk wel dat zeg maar van alles wat je ook op school of ja, kan leren maar het, het doen en het andere mensen zien doen en mm. daarbij inspireren ja, dat is ja. echt uh, ja. daar, daar leer ik in ieder geval ja. Het meest van. Talisa, mm. ja. wat was voor jou het moment uh, dat je besefte... nu ben ik uh, componist? Um, vorig jaar heb ik uh, een film mogen doen met andere componisten. En ik denk, dat was het allereerste moment... dat ik überhaupt in een zaal mocht zitten. Dat ik muziek kon horen op, uh, op het scherm. Dus het was zeg maar gedeeltelijk een dream come true. Uh, dat was wel echt de uh, pin drop van... oh, ik ben componist. Ja, ik, ik zit nu in een zaal en er zijn uh, mensen waar ik dit uh, project heb samengemaakt. Er, zitten, er zit publiek in een zaal, er staat iets op het scherm uh, en er zit wat van mij tussen. Dat ja. was wel uh, ja, een moment dat ik dacht: ik ben componist. Mm. Naast dat ik uh, altijd piano wilde. Ja. <laughs> ja. Is dat ook het moment waar je uh, het meest trots op bent? Um, dat zou ik niet zeggen. Mm. En dat is puur omdat uh, de kwaliteit van de muziek die ik toen had geleverd. Het was prima, maar het was niet mijn stijl eigenlijk. Uh, het was meer van: uh, Nou, ik heb een hele grote kans gekregen en ik ga er gewoon gebruik van maken. Uh, maar de stijl was uh, een stuk meer klassiek. Uh, het was meer traditioneel. En het was uh, ook een stuk kleiner in uh, uh, bezetting van wat ze wilden. En ik hou zelf meer van. Voor welk ah, project was dit? Uh, Twente op film. Ja, nou ja. ja. Uh, en ik hou zelf meer van uh, avontuurlijk. Uh, in de toekomst wil ik heel graag animatiefilms doen. Uh, weet je, uh, orkest, uh, orkestraal, vocaal, uh, hybride, weet je, gewoon grote dingen. Daar hou ik, daar hou ik wel echt van. Ja. ja, dat was mijn volgende vraag. Wat, uh, hoe ziet de toekomst eruit? Als je alles zou kunnen doen, wat wordt dan het ultieme project om aan te werken? Nou, voor mij dan een, een succesvolle animatiefilm. Uh, mijn grootste inspiratie is altijd Studio Ghibli of Ghibli geweest, twee uitvragen. Uh, en de componist Hisaishi. dat is uh, een componist die daar het meest bij betrokken is. En de muziek uh, ja, is avontuurlijk. Eigenlijk wat ik net omschreef, uh, is onavontuurlijk en groot. En daar hou ik van. Het is heel erg. Het is uh, ja, en het is ook gewoon bijna. Uh, onschuldig hoe het klinkt allemaal. Het is heel erg van, je kan je er echt inzien als kind en je kan echt dromen. En ja, ik, bedoel, dat, ik had het net ook over mijn eigen stuk. Dat ik hou van dat je erin kan dromen. Ik, ik weet niet dat gevoel dat wil ik gewoon altijd ook overbrengen in muziek. En dat, met die inspiratie daarvan wil ik dat dus toepassen in hopelijk een toekomst in animatiecompositie. Uh, maar ik zie de eerste komende jaren mezelf eerst focussen op wat er beschikbaar is. Mm, yeah. <laughs> dus uh, Short films, dat ben ik nu aan het doen. Uh, en daar ook andere type audiofuncties. En uh, kleine videogames, wat ik ook aan het doen ben. Dus ja. Uh, yeah. Heerlijk, klinkt heel goed. Voor jou, ja, jij gaat dus uh, rondhangen in New York. zijn <laughs> dus een soort snuffelstage doen. Ja. Maar uh, wat is voor jou het ultieme project waar je ooit nog aan hoopt te werken? Um... Misschien een Jim Jarmusch film? <laughs> nee. Je mag gewoon nee. dromen, heel graag. Nee, weet je, ik, uh, ik weet niet. Het lijkt me ook gewoon heel fijn om een soort van balans te vinden... tussen eigen werk en, uh, en films maken. Als ik gewoon, ja... Dus dat, dat mijn eigen praktijk ook gewoon uh, de films kan voeden... en de films mijn eigen mm. praktijk kan voeden. En dat ik daar een wisselwerking tussen heb. En, en ook... Uh, ja, grotere budgetten, zodat ik gewoon uh, meer samen kan werken ook met mensen mm. binnen de, het maakproces. Mooi. Als jullie, uh, nou jullie hebben vanmorgen dan uh, gestart met een ontbijt met uh, Women in Media Music, uh, maar dit geldt ook voor uh, non-binair, voor alle mensen die luisteren, voor mannen. Met de ervaring die jullie nu hebben, wat is er iets wat jullie kunnen meegeven, wat ja, wat als tip voor mensen die ook graag in de uh, media muziek aan de slag willen? Nou ja, ik heb eerder het idee dat je alle andere mensen moet, mensen moet aanspreken of zo. Mm. <laughs> uh, ik denk dat ik ook heel veel uh, aan gehad heb bij uh, mensen die mij ook een deal hebben gegeven. Of uh, Er there is een sounddesigner in Nederland, Michel Schöpping, kennen jullie misschien wel... Uh, hij heeft een belangrijke uh, plek uh, hier in de Nederlandse cinema -wereld. En hij is, is iemand die heel gerespecteerd is, gerespecteerd is. En waarvan de stem echt uh, gelu naar geluisterd wordt. En... Um, hij heeft ook wel... Uh, dat is iemand die in mij gelooft of zo. En die mij ook echt gewoon bij projecten bij heeft gehaald. En voor mij gebouwd heeft. En ik denk dat dat maakt echt veel verschil. Dus ik denk ook van iedereen die in zo'n soort positie zit. Waar, waar je de macht hebt om eigenlijk verschil te maken. En mensen erbij te betrekken. En ik denk dat, dat het geldt ook voor ons. In het kiezen van welke muzikanten of welke mixer ga je, ga je inhuren voor je werk. Ik denk dat we daarin allemaal uh, wel een verschil in kunnen maken. Ja, dus kijk verder dan de gebaande paden. Kijk om je heen en help anderen dat stapje te zetten. Ja. Uh, en nodig is. Uh... Ja, dat, dat vraagt inderdaad soms om iets verder te zoeken. Ja. En, uh, ja. Maar dat is, uh, dat is het waard. En... Absoluut. En dan is een platform zoals Puma Music Emotion ook wel een goede mm -hmm. voor mensen die dan misschien nog geen netwerk hebben. En uh, ze hebben ook een hele platform voor uh, vrouwen en non -binaire. Ja. ja. Zeker? Ja, voor mij is het echt doen. Echt veel doen. Al is het uh, compositie, al heb je misschien een andere functie in audio. Uh, gewoon doen, doen, doen. Uh, want voorheen dacht ik dat de studie de oplossing was. Oh, als ik een studie doe, dan ben ik succesvol. Mm. Nee, dat is, dat is niet waar. Uh, en al helemaal niet in audio. Dat moet je gewoon zelf doen. Het is aan jezelf hoe, uh, hoe jouw carrière gaat opstarten, zeg maar. Uh, dus ik zou zeggen, als je een studie doet, probeer dan je best om het in je vrije uren echt te doen, dat je projecten vindt uh, of met andere studenten. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk het beste om te doen als je student bent. Um, ik, ken, uh, ik heb een mentor en hij heeft uh, heel veel zitten boom operaten tijdens de eerste jaren. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij dus nu gewoon fulltime in audio kan werken, dat is Daan Moorkens. Um, dus en daar heb ik dat heb ik eigenlijk dus eerst niet gedaan. Dus ik zit een beetje in de valkuil, of tenminste een aantal maanden geleden, van oh jee, ik heb eigenlijk uh, naast mijn studie niet zo heel veel grote dingen gedaan. Dus uh, nogmaals, mijn advies is dus alles doen wat je maar vinden kan. En dat je het dus ook kan doen, laat ik zo zeggen. Heb ja, ja. vertrouwen in jezelf. Mooi. Dat uh, zie ik zo. Ja. Mooi. Tips aan de mensen die nog uh, aan het begin van hun carrière staan, maar ook aan de mensen die al daarin werken. Uh, dan geef ik nog één keer kijken om me heen. Is dus er iemand die één vraag wil stellen? Een korte vraag? All satisfied? Ja, dat mag. De Greenhouse Studios. De Greenhouse Studios. Ja, uh, Val Geer die zoekt constant uh, stage, stagiaires. Okay. Dus hij heeft gewoon elke periode heeft hij gewoon een nieuwe stagiaire. Dus uh, stel je zegt, ik wil over een jaar uh, daar stage lopen. Ik zou zeker hem uh, even een berichtje doen. Dat is, dat ja. is goed. Dankjewel. Uh, yeah. ja, uh, ik, uh, Ella, ik hoorde jou eerder zeggen dat je um, bij de film die je had gemaakt... wel ruimte was voor discussie tussen jou en de regisseur. <laughs> um, maar dit is misschien een vraag voor jullie allebei. Um, hoe, vinden jullie, hoe ga je ermee om als je voelt dat, uh, ja, dat jij misschien ergens mee bezig bent waar je het niet helemaal mee eens bent of qua thema niet helemaal achter staat? Voel je dan dat er ruimte is om daar... Uh, ja, vind je dat je de rol hebt om daar in tegen in te gaan of in discussie in te gaan? En vind je dat die rol dat sowieso moet zijn uh, als componist zijn, uh, aangezien je wel op, altijd toch een beetje ondergeschikt bent aan de regisseur? Dat zijn misschien twee vragen. Eigenlijk. Ja, ja. Hoe ja. pak je je rol en hoe ver is er ruimte voor discussie met de regisseur? Heel kort, graag. Ja, ik uh... heb het idee. Nou, voor mij is het gewoon heel simpel. Ik wil gewoon begrijpen waarom ik iets doe. De regisseur is natuurlijk wel degene die een soort van de overview heeft over de, wat hij wil vertellen. En dan, dan wil ik begrijpen waarom hij iets op een bepaalde manier wil. En als ik dan daarvan overtuigd kan worden, dan uh, ja. Dan kan ik wel iets gaan maken wat gewoon misschien niet mijn eerste impuls is, omdat ik een andere interpretatie had van het verhaal. Mm. Maar dus je moet, je moet eigenlijk, ik moet me overtuigd voelen om dan uh, uh, een andere kant op te gaan. En ja, het is eigenlijk vooral aan het begin echt moeilijker geweest. Om, uh, ik heb het idee dat je er steeds meer in groeit en dat de discussie eigenlijk steeds meer over het verhaal gaat en niet over de noot of de muziek die je aan het schrijven bent. Mm. Um, ja voor mij is het ook ja. uh, heel snel uh, even uh, laatste, woord de... -Lisa. Huh? laatste woord is Antalisa laatste woord voor jou <laughs> ik vraag hoe vaak ook naar referenties uh, want soms weten ze gewoon echt niet wat ze willen en dan moet je maar toch wat kiezen en ik heb één keer gehad dat ik drie versies had en dat ze het nog steeds niet geweldig vonden dat ze wel zeiden van nou ja de stijl is leuk maar wij willen eigenlijk iets meer Weet ik veel, wisten ze niet. Ja. Referenties. Zij moeten nou, iets opsturen: van hier ja, denk ik aan, dan kan precies. jij daarmee aan de slag. Ja, en toen had ik gelijk een idee: van oh, ze willen deze bezetting. Mm. En ze willen deze klanken, niet, niet licht, maar donker of zo. Ja. En toen kon ik verder. Dus ja. dat was ook wel voor mij echt een hulp. Uh, een... Dat is altijd een goede tip in het leven: duidelijk communiceren. Ja, ja, het, is, uh, ja het, is, dat... het is een vertalingwerk ja, eigenlijk. Is het? Ja. Ja. Dat is het. Dank ook allemaal hier dat jullie hier uh, aanwezig waren, uh, ja, Ella van der Wouden en Talisa Jacht. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Uh, heel veel plezier nog op het Amsterdam Dance Event. En uh, bedankt voor het luisteren en of kijken. Uh, het werk van onze componisten vind je in de show notes. Uh, daar zetten we alle linkjes naar de tracks. Uh, volg deze podcast ook voor de andere verhalen van componisten en hun werk uh, in de mediamuziek.